Daar gaan we weer. Welkom uh, terug. Maar we hebben nog een hoop te doen? Dus het. Uh... Ja, het is even. Uh, ik noem het even uh, Ik heb het maar vertaald als straatschoffies. Want uh, hij heeft een aantal van dit soort foto's genomen. Van jongetjes die zogezegd, uh, ja, laten we zeggen, uh, de straatschoffies van Londen zouden moeten zijn. En de arme, arme onderkant van de samenleving. Ja, die er uh, natuurlijk allemaal relatief aangrijpend uitzien, uh, maar de werkelijkheid, u voelt het natuurlijk allemaal aankomen. Ja, hij had natuurlijk best een heel sociaal hart, hoor. Dat is wel hetgeen wat ik uh, tegenkom als ik uh, verhalen over hem lees. Dus ook dat hij dit thema neemt. Maar dit is, uh, dit is dus niet ergens buiten in Londen op straat gefotografeerd. Maar dit heeft hij echt gewoon in zijn atelier gefotografeerd. Dus uh, sterker nog, hè, van deze foto's heeft hij soms ook heel erg dingen geretoucheerd. Dus weggegrond en toegevoegd. Dus het zijn echt hele, laat ik maar zeggen, geplande... Uh, foto's waar je naar, uh, naar zit te, uh, zitten te kijken. Maakt het op zich ook wel grappig tegelijkertijd hoor om te zien. Kijk, hier zo'n krantenjongen. Uh, ja, dit, is, dit is niet even een snapshot. Dit is heel duidelijk. Hij staat hier met zijn blote voeten. En ik zou zeggen zijn smerige broek. Althans, hoe zit het met gaten erin? Waarschijnlijk. En staat hij hier zijn, uh, zijn kranten uh, aan te prijzen? En of deze. Hè, een schoenpoetsertje. Ja. Nou moet je bij de wereld van de schoenpoetjes moet je eventjes een opmerking. Nou ja, over een opmerking moet maken. And it won't rain today, hè, wat eigenlijk betekent hè, van het zit niet mee vandaag. Dat is een, een, een Engelse uh, uitdrukking. Maar. Uh, uh, je had In Engeland had je op een gegeven moment in, uh, de laatste, uh, in de jaren 60, 70, voor zover ik weet, had je dus ook echt een schoenpoetsertjesbrigade. Dat was een soort van, een, van, soort van een sociale instelling, waarbij dan jongetjes konden solliciteren voor de schoenpoetsertjesbrigade. Dan gingen ze volgens mij één dag in de week naar school. En de rest van de week dan kregen ze een uniform en dan kregen ze de uitrusting. En dan kregen ze een plek aangewezen uh, op een hoek van de straat. En daar mochten ze dan vervolgens. Uh, uh, schoenen poetsen hè, en geld uh, uh, verdienen. Dat klinkt allemaal heel mooi en heel nobel, maar uh, toen ik daar wat verder in las, was daar destijds eigenlijk ook wel heel veel kritiek op omdat dit toch wel weer een soort van een ja, relatief editaire groep jongetjes zijn, die natuurlijk uitgezocht werden om dit soort dingen te gaan doen. Terwijl juist de allerarmste straatschoffies die dit soort werk ook deden, dus door hen van hun positie verdrongen werden. Het ligt altijd wat complexer dan dat je vaak, uh, vaak denkt. Maar goed, hij heeft uh, mooie foto's gemaakt, ook hier uh, hele mooie. Uh, ja, een, 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 Foto, dus ik klik hier even relatief snel doorheen. of Van deze Madonna met kind. En de bijna religieuze voorstelling. Ja, wederom, Henk, zou bijna zeggen: als je dit vandaag de dag gaat maken met de twee van die naakte spruiten erop. Dan. Uh, het is ju juist heel erg leuk, maar goed, het is het. Uh, ja. Ik zou zeggen. Uh, Hangen ze dus op in een hal in het gemeentehuis uh, hier. En ik denk dat je direct uh, commentaar erop gaat krijgen. Uh, ja, dus dit soort. Uh. En deze vind ik ook wel heel grappig. Want hier heeft hij natuurlijk die beroemde, beroemde engeltjes van Raphaël. Die je vaak op dienbladen en op kaartjes en weet ik veel wat allemaal tegenkomt. Hè? Van de schilderij van de Sistijnse Madonna die in, uh, in Dresden hangt. He, met, uh, met een verschikte Jezuskind op de armen van Maria. Maar hij onderaan heb je dan die twee beroemde engeltjes zitten. Die uh, altijd los overal en nergens opduiken. En die heeft hij heel duidelijk hier geprobeerd uh, ja, te reconstrueren dan in, in werkelijkheid. Het is wel erg grappig dat hij dat gedaan heeft. En ook deze vind ik op zich wel heel erg mooi. Dat hij er überhaupt in geslaagd is om, om dat kind zover te krijgen dat het dit gaat doen. Dat volgens mij moet je wel heel veel geduld hebben. Ja. Nou, en aan het eind, dan kom je toch een beetje in een ander hoofdstuk terecht. Uh, ja, Relander zelf was diabetes. Uh, dus hij kwakkelde met name in die latere jaren nogal erg met zijn uh, gezondheid. En ondanks het feit hoor dat hij het uh, moeilijk had, mag je rustig zeggen, uh, werd hij in 1863 door Charles Darwin gevraagd. Om um, uh, ja, zeggen, foto's te leveren. Voor zover ik weet, is hij niet de enige geweest die het uh, gedaan heeft. Bij het boek over de nou, uitdrukking he, van emoties van mens en dier. Dus Darwin was natuurlijk de man van de evolutietheorie he, van, de, van, de, uh, van uh, de oorsprong der soorten, he, origin of species. Die, die, uh, uh, nou, daar heeft hij dus foto's voor gemaakt. De beste man is helaas hein, in armoede gestorven. En ik zal er hey, nu overheen gaan springen. Maar wat je hier weer terug ziet keren, is dus dat je een heel andere tak van sport ook aan gaat treffen. We hebben natuurlijk de wereld van de fotografie al gezien en van de portretfotografie. Maar hein, die, zoals ik al eerder gezegd, die 19e eeuw heeft ook een soort van. Een ja, je zou kunnen zeggen: bijna een obsessie, hebben een hele grote belangstelling naar het uiterlijk van mensen. naar de wereld van emoties. En kun je aan de buitenkant van mensen uiteindelijk zien hè, wat voor karakters dat, dat heeft? Zitten daar overeenkomsten uh, in? Hè, en uh, hoe werkt dat er dan uiteindelijk? Dus ja, hier heeft uh, Charles Darwin onder meer een boek geschreven hè, over die emoties en gevoelens en uitdrukkingen bij mensen als bioloog zijnde. En daar heeft uh, Relander gewoon een aantal foto's bij geleverd die dus die verschillende emoties moeten gaan uitbeelden, waarbij hij zichzelf ook regelmatig als uh, fotomodel naar voren. Ja, verrassing staat hierin, verrast met iets. Uh, ik vind het allemaal nog wel erg sterk aangezet hoor, maar dit is, een, ik weet niet wat dit 2 en 3, volgens mij is dit walging of afkeer. Nou ja, of vrees. Ja, maar dit soort foto's en voorbeelden hè, komt dan vervolgens in dat boek van Darwin uh, om, uh, om de hoek zetten. En dan zie je dus in dat fotografie en tussen aanhalingstekens wetenschap, en natuurlijk ook uh, twee handen op één buik gaan worden. En een mooi voorbeeld daarvan is dus deze meneer. Zijn naam is George Wells Diamond. Uh, George Wells Diamond was fotograaf, maar was tegelijkertijd ook psychiater. Dus was betrokken bij een uh, psychiatrische in, uh, inrichting en bij een, uh, voor geestelijk gehandicapten. En wat hij natuurlijk gedaan heeft, ligt bijna voor de hand. In de 19e eeuw ben je natuurlijk gefascineerd naar dit soort geestelijke afwijkingen. En kun je dan vervolgens aan de buitenkant van je patiënt aflezen. Wat hem of haar mankeert. En wat zou je daar dan vervolgens aan kunnen gaan doen? Dus iedereen voelt al wel een beetje aankomen wat deze meneer gedaan heeft. Die heeft dus een hele collectie foto's gemaakt van zijn ja, cliënten, zijn patiënten, hè, zoals we die tegenkomen in, uh, in zijn, uh, zijn inrichting. En het begint allemaal nog met, nou ja, relatief onschuldig. Als je deze dame bekijkt, in, zit zij er weliswaar natuurlijk bij. Uh, in de in, maar aan haar uitdruk kun je eigenlijk nog niet of nauwelijks zien... dat zij een patiënt is, bij wijze van, uh, van spreken. Tegenwoordig moet je dat over cliënten spreken. Dan mag je niet meer over patiënten uh, spreken. Maar bij deze mevrouw hè, zie je dat er toch al wel... Iets anders in elkaar zit. Een, een, een vrouw met een vogeltje. Nou, dat vogeltje zelf dat gaat echt niet meer vliegen. Zoals je ziet, het vogeltje is zo dood als het maar kan, volgens, uh, volgens mij. Maar vooral hè, als je die andere foto's gaat kijken. Kijk hier. Nou ja, je herkent het natuurlijk allemaal een beetje. Dat is het. Uh, ja, dat, je, dat, het, het straalt er in dit geval van af. Maar was, voor hem was het natuurlijk heel erg een kwestie van: ja, wat is het ziektebeeld, he, wat is het ziektepatroon? En kan ik op basis van deze afbeelding of kan ik op basis van deze foto he, daar conclusies uh, uit, uh, uit trekken? Nou, het antwoord is dus nee. Is dus, ja, heel zin, maar goed, in de 19e eeuw dacht men daar dus nog anders over. Dus hein, uh, naast het maken van deze foto's he, en naast het maken he, van, uh, van zijn, uh, zijn uh, patiënten. Om even heel simpel te zeggen, en dit is ook zo mooi: een melancholie uh, overgaand in uh, Mani. Ja, ik zou zeggen, dit is iemand die bipolair is, is depressief die hij op de foto vastgelegd heeft. Maar waar leidt dat toe? Hè? Uiteindelijk heeft hij een serie artikelen gepubliceerd over hen, uh, de fysiognomie, je zou kunnen zeggen van de waanzin. En uh, uh, vergezeld gaan natuurlijk met illustraties. En die illustraties werden weer natuurlijk gemaakt. Op basis van de foto's die hij van zijn patiënten uh, had uh, genomen. Dus het idee was hè, dus dat je dan aan de buitenkant kon zien. Hè, met wat voor patiënt dat je te maken had. en waar dan vervolgens eigenlijk zo iemand uh, aan leed. Ja, wij weten vandaag de dag natuurlijk dat je dat gewoon niet kunt stellen. laten we even heel eerlijk zijn. Maar goed, mocht u toch nog dit als hulpmiddel willen gaan gebruiken. En links ziet u uh, iemand die aan melancholie is, gewoon depressief, hè, mag je meer of meer zeggen. Rechts zie je zelfs uh, depressie uh, aan zelfmoord uh, grenzend. Van uh, een photograph of diamond, hè, zijn naam staat eronder, hè, wat de basis is van deze afbeeldingen. En ook deze: hè, de wereld van religieuze waanzin. Ja, neem het met u, uh, met u mee. En als je dan toch altijd hebt van ja, kun je dit aan de buitenkant herkennen? Toen kon ik het op een gegeven moment niet laten. Maar als je dit soort labels op gaat hangen, denk ik van dan ga ik ook even een label hangen. Ja, ja dus zo herken je ze, als je de, maar je weet waar je op moet letten. Uh, zo ongeveer, ja. Ja, goed, laat het. Uh, maar goed, als het, tot slot van die hele reeks. Hè, die, die interesse voor die fysionomie. en het uiterlijk van mensen. en wat dat doet, natuurlijk ook. hoe dat mensen refl reflectie zijn. en hoe dat je bepaalde gelaatstrekken. en emoties tot uitdrukking komt. ja, dan zit je echt typisch in de 19e eeuw. En uh, dit is een uh, ja, Franse neuroloog. die. Uh, door middel van kleine. Uh, elektrostootjes bij, uh, bij een van zijn proefpersonen. Uh, en of het een, volgens mij is het wel een vrijwilliger geweest, dat hoop ik althans voor hem. Daar wekt hij dus en, uh, ja, laat zeggen, door middel van elektrostoten uh, simulatie op hè, in het gezicht een bepaalde uitdrukking. En daar heeft hij dus een hele reeks van foto's van, uh, van gemaakt. Wat het dan doet, is natuurlijk ook logisch, mijn hele gezicht zit natuurlijk vol met spieren. En als je dan die activeert, dus dat levert bijvoorbeeld dan dit op. Zo'n hele reeks met uh, met foto's en studies van, uh, ja. Maar nou, hier zie je dus gewoon he, hoe dat fotografie en wetenschap... op een gegeven moment he, van wat er ook voor waard mag zijn van wat het oplevert... He, hand in hand uh, gaan. Dus uh, die, die tak van sport, laat ik het zo zeggen... He, gaat daar uh, ja, gebruik uh, van, uh, van maken. Nou, daarnaast en, uh, in de andere werelden nog... Ik heb al gezegd, ik trek vandaag van alles en nog wat uit de kast voor u. Vandaag de wonderen van de vooruitgang heb ik genoemd met een vraagteken. Maar nou, wat je natuurlijk ook ziet is dat de fotografie intussen de veranderende wereld op, ten opzichte van de techniek, de veranderende wereld hè, met de wereld van de vooruitgang en infrastructuur, uh, en ook natuurlijk soms politieke gebeurtenissen. Uh, vast gaat, uh, gaat leggen. Dus ik heb even, hoor, ik, ik had een wilde greep kunnen doen, alle kanten op. Ik heb deze genomen omdat ik hem ook wel aardig vond, omdat hij ook verschillende facetten, uh, en ook wel bekende facetten, weer laat zien. Auguste-Hippolyte Collard, Ach, u mag zijn naam, wat mij betreft, verder ook wel weer vergeten hoor, 1812, 1897. Nou, hij is dus zo'n Franse fotograaf die naast, hoor, straks hetgeen waar hij bekend van worden is voor fotografie van techniek. Ook he, in de jaren 1870 71 met zijn toestel in uh, Parijs rondgelopen heeft en de gevolgen van de Parijse Commune op de foto heeft gelegd gezet. He, hier die beroemde zuil op de Place uh, van Dom. Die triomfzuil. Die uh, Napoleon ooit heeft neerzetten. Laat zeggen, het beslag en de, van de kanonnen van Austerlitz. Hè, maar die uh, tijdens de belegering van Parijs door de Pruisische troepen... en door, laat ik maar zeggen, uh, nou, een hooligan. Nou, dat is niet de juiste beschrijving in ieder geval. Hè, maar op een gegeven moment zijn er een aantal mensen die besloten hebben... dat dit een monument van oorlog was. Dat het te veel verwees naar de wereld van de Duitsers. En toen hebben ze het tegen de vlakte uh, gegooid. Maar ook hen dit, die barricades in de straat in de oorlog van 1870-71. Die heeft hij diverse keren uh, gefotografeerd en geeft natuurlijk een mooie inzicht uh, hoe dat uh, de situatie er toen uh, uitgezien uh, heeft. En ook wat de uitkomst uiteindelijk daarvan geweest is, hè, van de, toen uiteindelijk uh, Parijs zich overgaf, was niet iedereen er even gelukkig mee. En toen hebben een aantal mensen uh, ja, een aantal vooraan belangrijke gebouwen in Parijs in de brand gestoken. En hier ziet u de ruïne van wat ooit het stadhuis uh, is geweest. Dus dit was het, uh, het gemeentehuis. En als je oorspronkelijk ging kijken was dat gebouw eigenlijk een beetje grotendeels klassicistisch opgetrokken. Als je vandaag de dag in Parijs komt staat er een neogotisch gemeentehuis. En dat komt gewoon omdat het oorspronkelijke gemeentehuis uh, gewoon uitgebrand is in 1871. En dat levert ook bijvoorbeeld deze foto op. Dit is een vleugel van het, het Louvre. Aan de kant van de Tuileries. Dus aan de kant van de Place de la Concorde. Dit staat er dus tegenwoordig niet meer. Omdat het ook in 1871 in brand uh, gestoken is. Hè. Tegenwoordig loop je van Champs-Élysées... de Place de la Concorde, de Tuileries... in één keer door naar, uh, naar die glazen piramide. En wat de ingang is van Het Louvre. Maar vroeger hè, heeft dit er... Tussenin gestaan. En jullie zien het al wel. Dit hebben ze moeten afbreken, want het is helemaal uitgebrand. Dus dat zijn hen de plaatjes van 1871 die tot je komen. Ook dit, het ziet er allemaal ja, triest uit. Dus je wordt hier, uh, laat ik maar zeggen, niet echt, uh, echt vrolijk uh, van. Maar wat hij ook vooral vastgelegd heeft, is hen die ja, zeggen, ontwikkeling van Parijs en de aanleg van nieuwe bruggen en nieuwe techniek. Nou, hier zie je zeg maar, een nieuwe brug hè, met een soort van een, een staalconstructie terugkeren. Maar het leuke aan die foto's is dat je ook vaak juist een blik krijgt op het oude Parijs en op het nieuwe Parijs. Hè, dat ook als je hier eh, kijkt, dan zie je daar de Notre-Dame eh, liggen. Maar dit is dus nog een foto van voordat Baron Housman eh, met zijn bezem door Parijs geweest is. Want kijk maar even hier hè, aan de linkerkant. Uh, naast de, en, en voor ons natuurlijk rechts ten opzichte van de Notre-Dame. Hier staat bebouwing, maar als je vandaag dag in Parijs komt, kun je gewoon van de overkant van de Seine rechtstreeks de, de, de Notre-Dame zien. En je kunt ook zien hè, hoe dicht dat de bebouwing hier nog op de Notre-Dame zit. En tegenwoordig zit er een heel plein voor en zit er veel ruimte. Dus ja, Houseman heeft daar echt wel de bezem doorheen uh, gehaald. En als het altijd ten gunste is, goede is geweest, mag je zelf bedenken. Goed, deze, meneer Kola heeft heel veel uh, van dit soort technische hoogstandjes uh, gefotografeerd. Alleen heb ik altijd weer de neiging om dan weer andere dingen interessanter te vinden op de foto van wat hij in eerste instantie wilde fotograferen. Dat geldt voor deze eigenlijk ook. Een mooie brug, maar ik vind het veel interessanter wat er onder de brug namelijk te zien is. En dat is, het, dat moet u even meenemen. Maar hier liggen allemaal van die boten. Dit is een pracht... Maar dit is zo'n, uh, uh, hoe zal ik zeggen, dit is zo'n wasboot. Dat, het, hier zie je de was hangen. Dus uh, als je in, pa in Parijs destijds dus, uh, je, 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 je wasgoed naar de wasserette bracht. Dan had je dus op de scène had je van die boten liggen. Die natuurlijk gebruik maakten van het water in de scène. Dus hierachter zie je de was uh, gedroogd hangen. En hier zie je... Ja, je kent het natuurlijk wel van, van, van dorpen en steden, van die wasplaatsen. En hier heb je dus dan zo'n overkapte wasplaats, eigenlijk aan de boot vast. En eh, je kunt ook heel duidelijk zien dat hij hier veel roosters heeft. Want hier wordt natuurlijk gewassen en gedroogd. Maar tegelijkertijd zit hier natuurlijk ook een soort van de stookhok. Voor als je nou, moet koken en wassen. En die hele toestand. Ja, ik vind het zelf dat nog minstens even interessant als de brug die erop staat. Uh, om, uh, als je dit één keer weet, hè, dan zie je, die, zie je ze veel vaker op foto's en illustraties terugkeren. Met name in het centrum van Parijs. Ook op andere afbeeldingen vind je ze veelvuldig weer terug hoor, in de 19e eeuw. Dus het is het echt. Het uh, is gewoon grappig om, uh, om te zien. Nou goed, bruggen, bogen. Laat ze even langs u heen schuiven. Hè, hier ook nog uh, weer. Met hier in de verte, wederom de Notre Dame. Hè, en de, de wereld van de scène. En de kaders die voorbij komen zitten. Het zijn altijd wel mooie, grappige foto's. Ja, nou heb ik begrepen dat deze fotograaf trouwens niet zijn hand omdraaide om af en toe eens een keer wat weg te poetsen op zijn foto. Als, je kunt je dat voorstellen als er dan een boom in de weg staat. En dat valt je niet dat je dan eventjes gaat, uh, gaat retoucheren, maar uh, goed he, leuke foto's van al die bruggen. Maar waar hij met name ook mee bezig geweest is, is dat hij uh, een aantal spoorlijnen, in ieder geval één spoorlijn uh, gefotografeerd heeft, met heel veel foto's van stations en stukken van het spoor zelf. En dit is daar eentje van uh, een mooie. Uh, met die viaduct waar die trein overheen rijdt. Uh, überhaupt natuurlijk al prachtig met die, 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 die kleur en die schaduwschakering uh, die, het, die het heeft. Maar goed, er zijn een aantal dingen die ik zelf altijd heel boeiend vind. En het laatste is zelfs een, een heel beroemde internationale foto. He, ik zeg altijd: als je dit ziet, ach, het station in permanent is er niks bij. Oh, dan moet ik ook, heren, het is ook hele, ik dat zeggen: het station in permanent is ook helemaal niks ja deze efficiency is natuurlijk iets anders en zeker hè, als je dan naar de uh, eerste klas wachtkamer gaat kijk daar, 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 daar ga je voor je ja, daar. voor je lol Ja, natuurlijk in uh, centraal station in in Amsterdam heb je het natuurlijk ook maar hier heb je het ook hè Die sluitertijd die gaat, gaat, gaat in de loop der jaren, van zeker als je naar richting de jaren 70 gaat kijken, wordt die steeds korter. Dus de sluitertijd wordt sneller. De fotografie wordt straks steeds sneller. Je zult straks ook zien. wat een van de gevolgen. Daarvan geweest, is dat klinkt heel dreigend als van de gevolgen. Maar de positieve uitkomst daar natuurlijk van uh, geweest is. Want dat is het natuurlijk wel zo. Hè? Die fotografie ontwikkelt zich steeds sneller. Straks krijg je, ik zou zeggen, de automatische sluiter. Hè? Dus dat je klik gaat doen, dus dat je niet meer. Nou, de, dat zijn allemaal van die stappen die uiteindelijk genomen uh, worden. Nou, dit station, uh, uh, De Nerve, heeft, heeft een hele mooie spectaculaire foto van, tussen aanhalingstekens, nou, de vooruitgang opgeleverd. En die is gewoon heel beroemd en klassiek geworden, dus die wil ik jullie eventjes toch laten zien. Dat is eigenlijk, uh, nou, nou doet je het niet meer. Dit, dit is namelijk een remise, het is een soort van een carousel. Kijk, en dan staan ze hier Oh, moet ik even, dan staan ze daar onder elkaar... Ja, met een mooi elkaar over die lijnen. Met een soort van afzuigkap boven de. boven de schoorstenen. Ja, ja ja Ja, dit is een hele beroemde foto van. Dan denk je van waar bevindt zich dit in vredesnaam maar. Goed, dus de dat vind ik Grappig uh, om te zien. Deze zijn minder boeiend om te zien, maar het laat we even zien hoe het systeem natuurlijk uh, uh, werkt. Ja, en dat is het punt, hè, dat, dat, dat dit soort foto's. Dit is uh, ja, van wat latere data, maar ik kon niet nalaten ze er even bij te stoppen. Met name van die uh, terrein die hier in, uh, in Montparnasse, uh, laat ik maar zeggen, de halte gemist heeft. In Rotterdam, dordrecht kunnen ze met de metro er soms ook wat van. Heb ik begrepen, was vorig jaar toch dat er ineens zo'n metro die doorgeschoten was. En die hing op een of andere kunstwerk. Ja, ja. Hier zijn heel veel foto's van uh, gemaakt. Maar, he, dat, het zijn van die dingen die wij ons niet realiseren. Maar die wereld van die techniek gaat natuurlijk op een gegeven moment dingen opleveren. Die eeuwen daarvoor nooit tegenkomt. Dus hier staat die. Uh, ja, laat ik zeggen, een van de opdrachtgevers voor het bouwen van een, uh, een schip, hè, de Great Eastern heet het. Maar de Great Eastern is echt een gigantisch groot schip, wat je natuurlijk in de 18e eeuw nooit tegenkwam. Kijk, als je dat hier ziet ten opzichte van, kijk wij zijn vandaag de dag in Rotterdam met die olietekens van af en alles en nog wat uh, gewend. Maar in deze 19e eeuw, hè, als je dit soort grote gigantische schepen gaat krijgen. Hè, met en daar wat dit natuurlijk een foto is van dit soort kettingen. Ja, dat is natuurlijk iets wat echt uh, in een periode van, het, van de industrie en vooruitgang en de technologie voorbij uh, komt. En dat is ook wat hele grappig, want in de fotografie leg je dat dan eigenlijk vast met wat je kunt doen en hoe groot dat je eigenlijk is. Waardoor wij mensen bijna als letterlijk tot Liliputters uh, gereduceerd worden. En dat levert wel weer uh, uit het Duitsstalige gebied weer een hele beroemde foto op. Deze van uh, Alois Lechner. Lekkerer moet ik zeggen. Uh, dit was het, de constructie van het beeld van Bavaria. Hè. Dus de Beieren zou je kunnen zeggen. De personificatie daarvan. Voor zover ik weet uit ijzer, gietijzer gemaakt in bepaalde uh, stukken. Wat natuurlijk opgericht wordt. Maar de grote grap natuurlijk is. En je ziet hier die, ik zou bijna zeggen, die arbeiders, die bouwvakkers uh, bezig. Om uh, te werken aan dat, uh, aan dat beeld in wording. Maar je hebt bijna het idee alsof je naar Gulliver's Reizen. en het land van Lilliput zit te kijken. Dus de afbeelding heeft iets bijna surrealistisch uh, uh, over zich. En dat zie je in de 19e eeuw. van ons wel vaker terugkeren. Dit is het hoofd van het beeld. Dus het is een vrij stijf beeld uiteindelijk geworden. Maar goed, dat ga ik nu niet met jullie doen hoor, maar je hebt soortgelijke foto's. En ook bijvoorbeeld van de constructie van het, uh, van het vrijheidsbeeld, hè? wat later in, uh, in New York terecht komt. Daar, daar zie je op een gegeven moment ook zo'n arm en dan zie je daar mensen voor staan. En dan denk je, want het is net het land van Lilliput waar je natuurlijk mee uh, te maken uh, hebt. Nou goed, uh, de vooruitgang en de techniek, het grote massale van de 19e eeuw. Wordt dus ook op de foto vastgelegd. Nou, het leidt nog tot twee dingetjes die ik met jullie moet doen. Ja, nou goed, dat gaat wel lukken, denk ik. Hoop ik. Eén, deze Henry Peach Robinson. Ik heb hem eventjes genomen. Omdat natuurlijk ook. Dat snap je natuurlijk wel. Ja, niet dat je zijn naam per se moet onthouden hoor. Ik laat je gewoon aan allerlei dingen snuffelen. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, fotografie is een nieuw medium. Maar wat is het dan voor een medium? Is het daarmee dus ook een kunstvorm? Of is het alleen maar een nieuwe vorm van techniek om dingen te registreren? En die discussie. We ja. Een zou die tijd, niet te, dat als een grote concurrentie Ja,. Dat hebben ze ook, maar ze hebben zich er ook door laten inspireren. Er zijn ook wel eens mensen hè, die inspireren, maar er zijn ook wel eens mensen hè, die zeggen van uh, dat juist opvallende, als je naar de wereld van de impressionisten en naar de wereld van de, van de pointillisten en alles wat erna komt, dat knalt zo ongelooflijk van kleur, dat dat juist precies ook is om zich af te zetten tegen die zwart-wit fotografie die tegelijkertijd op gaat uh, komen. En ook om te laten zien, hè, dus dat je in de schilderkunst andere dingen uit kunt drukken dan in de wereld van de fotografie. Wat ik ook altijd heel mooi opvallend vind, is dat, dat als die fotografie zich steeds meer ook als een kunstvorm gaat ontwikkelen, juist de schilderkunst zich steeds meer richting het abstracte gaat ontwikkelen. Dus juist datgene vast gaat liggen, wat je dus niet met foto's vastlegt. Maar of dat, dit is ook weer een beetje mijn eigen persoonlijke, maar er zitten wel, er zitten wel synchrone dingen in, hoor. Maar je kunt je voorstellen: van, is het nou een nieuwe kunstvorm of is het niet een nieuwe kunstvorm? Ik kwam op een gegeven moment een, in een artikel een opmerking tegen dat er zo'n soort zo zo expositie was, he, met kunst en wetenschap en techniek, et cetera. Dus daar hingen vervolgens een aantal van die foto's op de kunstacademie of, of de kunstafdeling. En toen kwam vervolgens dus de commissie voorbij zetten. En die bemerkte dus dat het foto's waren. En lieten dus de foto's verplaatsen van de kunstafdeling naar de afdeling wetenschap en Techniek. Snap je? Dus die discussie: he, is het nou een eigen medium met een eigen uh, kunstvorm? Of is dat niet zo? Nou, vandaag de dag uh, twijfelen wij daar niet meer over dat je fotografie ook als een kunstvorm kunt gaan, uh, gaan zien. En dan heb je natuurlijk altijd van die pioniers, he, van die mensen die uh, de wet weg grotendeels daarvoor vrijmaken en daar ook vooral voor gaan pleiten. En deze Henry Peach Robinson is dus een voorbeeld daarvan. En wordt gezien vaak als. Ja, de grondlegger, of één van de grondleggers, hè, van de, wat we dan het picturalisme noemen. Maar het picturalisme is eigenlijk niks anders dan de eerste groep van fotografen die hun foto's zagen als een op zichzelf staand kunstwerk. Uh, en, en die met name zo rond 1900, uh, zie je dat ze hun, uh, ja, 1900 begin 20e eeuw, hebben ze volgens mij hun hoogtepunt. Maar je ziet het ook al wel, picturalisme wordt gezien als een echte kunstvorm. En het opmerkelijke erbij is natuurlijk hein, dat, dat wat ze vaak doen: vaak met onscherpe, wazige, een beetje filterachtige uh, fotografie uh, gaan doen. Waardoor het weer net zo onduidelijk wordt als de wereld van de impressionisten. Dus hier zie je ineens dus dat er weer de schilderkunst van invloed is over hoe dat je uiteindelijk je foto's gaat maken. Terwijl je eigenlijk zou gaan denken: van ja, je moet juist met die nieuwe techniek. Uh, die andere bijzondere dingen gaan, uh, gaan doen. Maar wat je ziet gebeuren, hè, uit, zijn, uh, ja, uit zijn camera zou ik bijna willen zeggen, komen echt van die geanceneerde foto's, waarvan je bijna het idee hebt alsof je naar een schilderij zit uh, te kijken. Maar ook bij hem is het dus weer een kwestie van anseneren, hè, plannen, hoe moet het eruit zien. En vervolgens wat hij dan doet, is hetzelfde hè, wat we eigenlijk bij Relander gezien hebben is dat hij soms uit meerdere foto's dan één foto uh, samenstelt. Dus zijn die man daar op de achtergrond voor het raam en die attributen... He, komen heel duidelijk uit een ander malletje, zou ik zo zeggen... He, als de figuren hier op de voorgrond. En uh, goed, deze foto's zijn over het algemeen ook wel... hoe moet ik het zeggen, bloedserieus als je daar, uh, daarna kijkt. En fading away, nou goed, hier wordt je... Niet echt vrolijk uh, van. Maar dat hij echt he, dit soort dingen niet, dat het een kwestie is van zomaar een foto nemen. Dus uh, ja, van tevoren maakt hij dan tekeningen, en maakt hij dan schetsen, hoe dat het eruit gaat zien. En dan neemt hij vervolgens deelfoto's, he, met modellen en met he, een arrangement van, uh, van de decorstukken. En die voegt hij dan later samen. En dan krijg je dus één grote voorstelling. De uitkomst hiervan kan ik je helaas niet laten zien maar dan krijg je foto's als dit, zo van als het de dag van het harde werken erop zit. Nou, zo laat is het nog niet vandaag, moet ik eerlijk bekennen. Maar hier zitten ze aan de tafel en let even op, hoor die ruimte die je hier ziet. Uh, die keert straks, uh, uh, straks ook op een andere foto weer terug. Om niet te zeggen hen dat die attribuut als een kruik die hier uh, tegenkomt, die komt straks weer terug, maar zie je ook weer op andere foto's opduiken. En zeer zeker mag je ervan uitgaan hè, dat deze foto en de ruimte die je ziet ook weer een combinatie is van, ik zou bijna zeggen, knip- en plakwerk. Uh, maar goed, hij maakt dan hè, dit soort zogenaamde artistieke foto's van uh, Hélène, Lady of Charlotte. Kijkt naar het schild, het, het schild van, volgens mij moet er echt een N tussen. Lace ik heb het uh, gekopieerd van het internet, maar volgens mij is het echt een. Een fout die uh, een tikfout die erin gemaakt uh, is. Kijk, met dit soort ja, mooie, stemmige, artistiek bedoelde verhaalvertellende foto's maakt hij uh, vervolgens. Nou, een rood kapje. <laughs> Ja, nou zijn die foto's niet altijd ingekleurd, maar die dat 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 de, deze nee, nou soms zit dat wel, hoor. Kijk, als je naar deze kijkt, daar zie je toch wel dat daar uh ja, nou is het zo dat als je die 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 die, die eiwit, hè, die die albumentechniek uh, gebruikt. Dat heeft sowieso al vrij snel de neiging om rood te worden. Dus daar zie je die schakering al vrij snel opduiken. Maar als je hier echt goed naar... Kijk, dit is sowieso... Allereerst is dit natuurlijk een, 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 een samengeplakte foto, zeg ik even heel uh, bot. Want als je hier naar, ik noem het even de bloemkolen en die groentes op de voorgrond kijkt. En zoals dat gedrapeerd is, dat is echt, zeg maar, later opgeplakt. Uh, goed, hen die geldt voor die ruimte eigenlijk ook. Maar als je hiernaar, wat ik dan maar zeg: even Narcissen. Ik weet niet of dat volgens mij zijn, dat geen Narcissen. Het lijkt er wel op, maar het is het volgens mij niet. Prik me daar niet op vast. Maar dat mandje en haar gezicht, dat zeet, dit is echt volgens mij later met de hand ingekleurd. Zoals je dat later natuurlijk wel veelvuldig uh, tegenkomt. Nou, en dan komen we bij deze meneer uit. Mag ik nog? Ja, ik mag van jullie nog. Nou goed, ja. Ja, in uh, dit geval. Dan maak ik even uh, af. Uh, meneer Edwards Muybridge. En ook bij hem zie je straks hoe de wereld van de fotografie en de wereld van de techniek... en de wereld van de wetenschap, nou, tussen aanhalingstekens, hand in hand gaan uh, marcheren. Uh, geboren waarschijnlijk als meneer Muggeridge. Ik ben ergens, geloof ik, drie, vier, vijf, zes verschillende namen tegengekomen... Maar dan noemt hij weer zich weer zo, en dan noemt hij zich weer zo, en dan noemt hij zich weer zo. Uiteindelijk is hij zich meneer Muybridge uh, gaan uh, noemen. Hij heeft heel veel foto's genomen. Je ziet het, iets van een circa 100.000 foto's. En daar zie je ook straks zijn grote bijdrage terugkeren. Vooral van mensen en dieren uh, in, uh, in beweging. En uh, goed, hij komt weliswaar uit Engeland, maar is vooral in de Verenigde Staten actief geweest als fotograaf. Uh, zijnde. Nou, wat moet je van hem zeggen? Uh, even heel snel hoor zijn, uh, zijn carrière. Hij komt trouwens uit een hele drukke handelsfamilie met veel connecties en uh, uh, nou, uh, noem allemaal maar op. Erg ondernemend allemaal. Uh, hij verhuisde naar de Verenigde Staten toe, zit in eerste instantie in de wereld van de boekhandel. Uh, verkoopt boeken, heeft een winkel, geeft waarschijnlijk ook boeken uit... het is me niet helemaal duidelijk... verkoopt foto's en gravures, heeft er een hele brede uh, belangstelling voor. Dus ik heb het jaartal er niet bij gezegd hoor, maar het kan nooit 1850 zijn. Ik denk dat je dan zo rond 1860 uh, zit. Dan uh, bestaat je uiteindelijk, ja, om iets anders te gaan doen. Ik weet het niet. Uh, een van zijn broers komt over en die gaat zijn zaak van hem overnemen... En uh, ja, hij is van plan een grote reis te gaan maken van San Francisco naar New York en dan uh, richting Londen, Parijs, Wenen, Rome. Dat is allemaal het plan. Maar zover zal het helaas voor hem niet komen. Van uh, op de weg van de oostkust of van de westkust naar de oostkust krijgt hij in juli 1860 een ongeluk met een potskoets waar hij in zit. Daar vallen een paar dodelijke slachtoffers bij. Hij wordt nou, voor zover wij weten, uit de koets gekatapulteerd. en komt met zijn hoofd terecht op een steen. of een ander uh, hard voorwerp. En uh, dagen later komt hij uiteindelijk weer bij zijn positieven. Uh, in het ziekenhuis. herinnert zich vrijwel niets meer van de reis. die hij voor die tijd uh, gemaakt heeft. Uh, heeft meer dan een jaar nodig om uiteindelijk hiervan te revalideren. En dan zijn uiteindelijk de verschijnselen nog steeds niet helemaal verdwenen. Hij uh, is er zelfs mee naar een Londense arts geweest, komt onder meer op een dieet van zonder alcohol en uh, koffie en weet ik veel wat allemaal te zitten, om de verschijnselen uh, waar hij last van heeft hen dubbelzien, et cetera, uh, te gaan bestrijden. Uh, wat je uiteindelijk mag concluderen, hoor, dat is de algemene opvatting, dat hij van, dat, van die ongeluk heeft hij een hersenbeschadiging. Opgelopen. En dat heeft zijn karakter uh, zeg maar ook aangetast. Hij was daarna veel meer iemand die geen remmingen had. Hij kon uh, heel erg snel van stemming switchen van het ene moment naar het, uh, naar het andere toe. Uh, ondanks dat, hoor, heeft hij wel mooi een uh, goed leven verder uh, gezet. Maar er zal straks nog een vreemd ding in komen. Dat ga ik vandaag niet meer met jullie doen. Maar hij zal niet alleen een zeer beroemd fotograaf gaan worden, maar zal ook uiteindelijk een moordenaar uh, worden in zijn, uh, zijn leven. Dus dat is een ander verhaal. Want waarschijnlijk weer met het ongeluk te maken heeft, nou, wat we het nog wel gaan zien. Hij gaat dus die natte plaat uh, fotografie. Vervolgens toepassen en soms ook de droge plaatfotografie toepassen. Dat eerste stuk loop ik even heel snel doorheen, om met die camera's en die foto's. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Uh, stapte dan over hè, op die nieuwe naam van hem, Meubridge. En vanaf 1868 gaat hij vooral foto's maken van het westen van de Verenigde Staten. En zal onder meer hen, uh, hele beroemde foto's maken van de Joshuaite Valley in het Joshuaite Park. Uh, en daarmee zal hij uh, ja, zijn reputatie als fotograaf uh, stichten. Nou goed, tussen 1867 en 1873 heeft hij dus een bedrijf. Wat Helios heet. En dan maakt hij dus die foto's van het Amerikaanse westen. Laat het langs u heen gaan. En hij maakt heel veel, maar daar heb ik verder geen voorbeelden van. Hè. Wat er met een mooi wordt noemen stereofoto's. Dan met name van, uh, van San Francisco. Dat als je een stereofoto's is dit fenomeen. Hè. Als je dan met een speciale kijker daar doorheen kijkt, krijg je een 3D-plaatje. Dus dat heeft hij ook heel veel van San Francisco uh, uh, gemaakt goed, daar ga ik u niet eens zozeer mee lastigvallen, want dat is voor ons ook niet het allerbelangrijkste. Dat heb ik trouwens ook niet, uh, niet 1, v 3 zo uh, snel terug kunnen, uh, kunnen vinden. Maar hij maakt een aantal mooie spectaculaire foto's van die Joshemite Park. Dus hier zie je de waterval terugkeren. Ik zal even... Uh, Met die prachtige ja, derde bomen erin. Maar hier kun je ook heel mooi inzien he, dat, die foto's, dat deze foto waarschijnlijk gemaakt is met die droge plaattechniek. Dus als je het landschap gaat fotograferen, want die bomen en dat landschap staat er haarscherp op. Maar als je naar dat water gaat kijken, dat is eigenlijk bijna één wit laken wat naar beneden hangt. Dus dat is, he, je hebt nauwelijks het idee dat je daar detail uh, in terug kunt, uh, kunt vinden. Maar wel een mooie, mooie foto's maakt. hij. Uh, en ook deze, hè, waarbij die ergens voor zo'n uh, gigantische boom zit. Waarvan ik direct, uh, ik zei ook, ik, waarvan ik, ik, gisteren zei ik natuurlijk ook zoiets van: Nou, uh, als je daar zit mag je wel uitkijken dat je niet zo'n soort van, van een dennenappel op je hoofd uh, gaat, uh, gaat krijgen. Ja. Ja, waar, waarbij ik direct uh, gelukkig door iemand gecorrigeerd werd. En die zei namelijk vervolgens, nou dat valt heel erg mee. Maar volgens mij heeft hij hier de kluit namelijk belazerd. Want als je deze bomen ziet, die hebben weliswaar vruchten. Maar die zijn veel kleiner dan zijn die deze. Dat zijn heel kleine dingetjes die, die van die bomen komen vallen. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon ergens anders hele grote derde appels weggepakt. En die daarvoor neergelegd. En uh, ja, zo... Zo word je op het verkeerde been gezet. Om het maar even uh, heel uh, heel simpel. Uh. Ik weet het niet hoor, hoe die kleine vruchtjes eruit zien. Misschien dat ze er ook wel liggen. Maar uh, goed, er was iemand die was, was daar geweest. En die zei van nou, zo, zo werkt het dus niet in de, in de praktijk. Nou, hij maakt mooie, mooie foto's. Maar het allerbelangrijkste wat hij op een gegeven moment zal gaan doen... en waar hij inderdaad later beroemd eh, om geworden is... en wat ook, eh, ja, laat ik maar zeggen, hè, onze kijk op dingen veranderd heeft... zijn de foto's die hij gemaakt heeft in de periode 1872, 1879... in opdracht van deze meneer, Leland Stanford. Amasa Leland Stanford is zijn uh, naam. De meeste mensen kennen zijn naam vooral van Stanford University... Van de Stanford Universiteit in Amerika. Maar dit is zo'n beroemd verhaal: hè, van die mensen die uh, viezant rijk worden. Uh, doordat ze dus in industrie of in spoorwegen of in olie gaan investeren. En dat geld dan vervolgens, laten we zeggen, geven aan een universiteit of een instelling. Waardoor ze ja, hun naam deels wit gaan wassen. Het is niks nieuws onder de zon hoor, in uh, Amerika wat dat betreft. Hij was industrieel politicus, nou, oprichter van de Stanford Universiteit. En hij hoorde tot wat we dan noemen tot de categorie van robber barons, zoals ze dan genoemd worden in Amerika. Robber baron is echt een laat ik maar zeggen, negatieve benaming in dubbel opzicht, omdat de robber natuurlijk verwijst naar rover. En baron verwijst tegelijkertijd naar de wereld van adel en aristocratie. En de Verenigde Staten kent natuurlijk geen adel. Dus als je voor Baron uitgemaakt wordt, is dat ook een hele negatieve uh, benaming. En het is het tijdperk van het groot kapitaal, zou ik zeggen. Het ultieme kapitalisme, waar een aantal mensen boven komen drijven, een ruxiesloos uh, ja, hun, uh, hun macht en hun industrie ontplooien. Denk aan Herr Rockefeller, denk aan Vanderbilt, denk aan JP Morgan. Dus denk hier aan, aan uh, Stanford. En vaak duiken ze in allerlei leuke spotprinten op. Hier zie je John D. Rockefeller terugkeren. Die staat he, op de wereld van de Standard Oil. Met op zijn kroon als een soort van een tiara van goud. Uh, de wereld van olie en de spoorwegen terugkeren met een dollarteken uh, bovenop. Ja. Naar het punt natuurlijk is het dat deze mensen op een gegeven moment oppermachtig uh, waren. Hun tingels in de economie hadden eigenlijk veel te veel macht uh, hadden. En he, die meneer Gardner, die we net, of uh, Stanford, die we net gezien hebben, deze... He, is eigenlijk een van die mensen die dat ook uh, geweest is. Hij heeft vooral zijn geld verdiend in de wereld van de, uh, van de spoorwegen. Hij was eigendom van de uh, Central Pacific Railroad. En he, dat was die beroemde spoorlijn die op een gegeven moment... je: Union Pacific en Western Pacific... Ik weet niet of u dat verhaal kent, hè, maar op een gegeven moment zijn ze in de Verenigde Staten en dan begonnen aan de kant van Chicago met het aanleggen van een spoorweg. En aan de kant van, uh, van San Francisco hè, in Californië. En dat ging dan zo naar elkaar toe om elkaar te ontmoeten. En hè, de bedrijven die, dat, uh, die de kilometers of mijlen natuurlijk spoorweg aanlegden, mochten dan vervolgens, uh, als ik het goed heb, hen de, de grond claimen. Uh, waar ze hun spoorlijn overlegden. Dus dat was daarmee tegelijkertijd ook heel veel geld uh, waard. Het is ook een vorm van speculatie. En hier zie je hè, hoe dat die beide spoorlijnen waar uh, Stanford zijn geld in had zitten en zijn geld mee verdiende. Ja, elkaar ontmoeten. En dit is de iconische foto die daarvan gemaakt is. Maar let u even op, hè, dat is het grote gevaar met dit soort dingen. Dat hele bedrijf van de Central Pacific had iets van een 15.000 arbeiders op een gegeven moment uh, aan het werk. Maar van die 15.000 waren er dus iets van een 13.000 Chinese immigranten. Dus dat waren eigenlijk coolies. Maar als je dus naar de foto kijkt... Zie je nergens ook maar één Chinees weer terugkeren. Dus die Chinezen werden één onderbetaald, twee moesten voor hun eigen huisvesting uh, zorgen en zijn eigenlijk in de geschiedenis weggepoetst. Stanford, hè, typisch van Robert Barron zou je kunnen zeggen, die ook in de politiek gegaan is. Hij heeft één uh, termijn ook als uh, uh, gouverneur van Californië uh, 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 gehad. En daarna heeft hij ook nog in de, in de wereld van de Senaat uh, gezeten. Maar die uh, gouverneurschap van Californië heeft niet zo heel lang geduurd. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat op een gegeven moment hij toch wel door de mand viel. Want uh, wat hij namelijk luid verkondigde in zijn omgeving... ...dat waren eigenlijk racistische dingen. Dat hij een hekel had aan Chinezen. En dat ze toch eigenlijk weg moesten en al dit soort zaken meer. En dat riep hij natuurlijk vooral omdat... Mensen aan de westkust, die al die Chinezen natuurlijk binnen zagen komen, zich daar heel veel zorgen over maakten. En hij verkondigde dus luidkeels dat hij daarop tegen was, terwijl hij ze voor de achterdeur letterlijk zelf binnenhaalde, omdat hij ze nodig had voor de aanleg van zijn eigen, uh, eigen spoorlijn. Nou goed, wat is nieuws, zou ik zeggen, uh, in de geschiedenis? maar goed, meneer Stanford, maar meneer Stanford had niet alleen dit, meneer Stanford had natuurlijk ook heel veel geld en meneer Stanford had natuurlijk ook renpaden en dat was een van zijn grote hobby uh, in uh, die tijd. En dan krijg je dus de grote discussie die al eeuwen eigenlijk gaande is. Want paarden, he, als ze rennen of galopperen, dat gaat zo ontzettend snel dat je die benen of die hoeven eigenlijk niet exact waar kunt nemen. Dus dit was de grote vraag die al sinds oud herspeelde. He, als zo'n paard galoppeert, komt hij dan uiteindelijk met zijn voeten of met zijn hoeven los van de grond? Of komt hij dat vervolgens uh, niet? Nou, en Dat leidde tot een weddenschap volgens het gerucht. Ging het zelfs om 25.000 uh, dollar. En het is grappig namelijk om te zien als je kijkt hoe dat in voorgaande eeuwen eigenlijk altijd ook galopperende paden uh, ge getoond worden. En dat zie je hier ook heel mooi terug. En dan is het bijna op het moment van een galop, dat op het moment dat de benen uit elkaar zijn, dat ze van de grond uh, af uh, komen. En dat zie je ook hier weer terug. Ja, Zo'n 19e-eeuwse voorstellingen van de rennende jockeys. Ja, het, het, het heeft iets van de kermispaden te maken. Met die vooruitstekende. De, ja. Maar vooral dit idee, hè, dus dat het van de grond afkomt. Ja, dat was een beetje. Maar was dat nou zo of was dat nou niet zo? En je kon dat, dat was dus te snel om te kunnen zien. En Murray uh, was een goede vriend en kennis van, uh, van Stanton. En Stanton heeft hem toen gevraagd of hij geen foto's kon nemen waarmee hij, naar uh, hem zeggen, de gang van zaken kon uh, vastleggen. En dan konden dus ze uiteindelijk uitmaken of dat het geval was. Nou, de eerste foto die hij daarvan gemaakt heeft in 1873, bood nog geen, uh, geen uh, soelaas. Uh, goed, het ge Wat zeg je? Ja, klatsenklop, klopt, klatse klop, klatsenklop, klopt, klatse klop, klatse klop. Ja, nee, maar ja, dat is het. Uh, ja, ja, dat is het. Uh. Ja, maar Jozef, klop, klater klopt, klater klopt, klopt, klopt. Maar er zit daar tussenin dan de ruimte dat dat er geen hoef is. Gaan we niet wakker van liggen. En ging in eerste instantie om dit lievelingspaard van uh, meneer, uh, meneer uh, Stanford, laten we langs u heen. Dit is uiteindelijk niet, laten we de, 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 uh, het zeggen, het slachtoffer van het hele proces geworden. En hier wel door meneer uh, Keurig, had je door meneer Meubridge gefotografeerd. Hè, met zijn echt typische wereld van de rensport, wat in deze wereld uh, komt. Maar de oplossing kwam uiteindelijk. Toen uh, ja, het andere paard, en dat heet, uh, heet Sally Gardner, of het paard van Sally, hè, zou je ook kunnen ze zeggen. Daar werd een speciale installatie voor neergezet. Dus wat gebeurde daar vervolgens? Op een traject werden 24 camera's neergezet die iets van een 60 centimeter. 60, 70 centimeter uit elkaar gezet uh, werden. Met een uh, intussen uh, snelle sluiter erop. Met struikeldraden. En een struikeldraad moeten we niet al te zwaar nemen. Die struikelen natuurlijk niet echt over. Maar elke keer dus als het paard het raad, draad zou raken. zei dus een fototoestel klik, 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 klik. En zo stonden er dus 24 van dit soort fototoestellen op een rij. En hier hebben we een foto van he, hoe dat die baan eruit gezien heeft. Met een soort van een witte achtergrond met lijnen erachter. Om dingen natuurlijk duidelijk te kunnen uh, gaan maken. Kijk, en hier zie je he, nummer 1, 2, 3, 4 tot en met 24 staan ze in dit gebouw uh, opgesteld. En op de voorgrond zie je hier die draden gespannen. Dat elke keer als het paard daarover zou gaan komen in, een, uh, in het galop dat dat gefotografeerd zou gaan, uh, gaan worden. En aangezien die achterwand natuurlijk egaal is... en zie je dus niks veranderen in de achterwand... maar zie je eigenlijk alleen maar de foto van, de, van het bewegende, galopperende paard. Nou, en dat is dus gedaan. En dat heeft uiteindelijk inderdaad tot uh, 24 foto's geleid. Razendsnel achter elkaar genomen en later ook keurig uitgegeven, bijna in de hele wereld uh, verspreid... Hè, foto's van, nou, laten we zeggen, de 19e juni 1878... waar hè, dat paard in galop te zien is. En waar eindelijk de antwoord gegeven wordt... Komt, komen, de hoeven, komen de benen van het paard nou los van de grond... Als een paard galopperen is of doet het dat niet? En het antwoord was dus ja. Alleen niet op een plek waarop men het altijd gedacht had. Men dacht altijd he, dat het was als de benen uit elkaar waren. Maar hij komt precies los op het moment juist dat de benen, de hoeven, bij elkaar gaan uh, komen. En op dat daar leverde dus de fotografie in dit geval een antwoord uh, op. En he, dit ging vervolgens de wereld over. Vervolgens werden natuurlijk meer van dit soort experimenten gedaan met het karretje en met verschillende ruiters. En uh, ja, iedereen snapt hem al wel wat er dan vervolgens gaat gebeuren. He. Als je dan 24 van dit soort foto's hebt met die beweging, ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar die foto's snel achter elkaar te zetten. En dan krijg je zeg maar he, de allereerste bijna filmopname uh, van dat rennende paard. Ja, ja, dit is een galop. Ja, je kunt, dit is natuurlijk wat vertraagd weergegeven, dat is natuurlijk wel heel erg logisch. Maar hier kun je dus heel mooi zien hoe dat een paard dus galopeert. En dan zie je dus inderdaad hè, dat hij op een gegeven moment echt loskomt uh, van de grond. Ja. En je ziet hè, de nummers van de foto's. 1, 2, 3, 5, 6. 7, 8, wat onderdoor uh, doorkomen, uh, komen zetten. Dus, dit zijn gewoon de 24 foto's van Garden. die gewoon plop plop, plop achter elkaar gezet zijn. in een loop. En nu uh, ja, kijk je eigenlijk bijna naar de eerste. Nou, bijna filmachtige uh, afbeelding. En dat leidt dus ook. Hè, en dat is het laatste stukje voor, uh, voor vanmiddag. leidt dus ook hen dat hij daar natuurlijk vervolgens mee aan de slag gaat. Want als je zoveel afbeeldingen hebt. Dan eh, ja, is de wereld van de film of de eh, voorspel voor wat de film gaat worden, natuurlijk al niet zo heel ver weg meer. Kijk, dingen als beweging en verandering hè, vastleggen op dingen en de illusie van beweging dan creëren, is natuurlijk eigenlijk al heel oud. Deze is uit 1833, de, de Venakistiscope. Ja, ja, dus even als je nog weer voor scramble een leuk woord wilt verzinnen, of voor galgje, lijkt het me helemaal zoiets om uit te vinden. Maar wat het eigenlijk is, hè, het is gewoon zo'n draaischijf met een afbeelding. En hè, juist omdat die schijf rond gaat draaien, en dan krijg je dus de illusie van de beweging. Hè. Dus dan kijk je daarnaar en dan, uh, dan zie je daar de beweging. Iedereen kent ook wel een beetje dat idee van vroeger had je zo'n klapblok en dan maak je een tekening en dat je prutt. Of vroeger had je van die, die ronde dingen en dan kon je daar uh, naar, uh, naar kijken. De mooiste voorbeelden daarvan, hoor, wat ik uh, op het internet tegenkwam, was deze. Is ook zo, ja, dit is een muis of een rat, of wat er ook mag zijn. Nou let even op: hé, je hebt hier dus zo'n gat. En hier komt dus dat buis uitgekropen. En die gaat als een spiraal vervolgens rond. Om hier over de rand vervolgens uh, te verdwijnen. Dus heb je allemaal van die tekeningen. Maar als je dit ding dus op de juiste tempo rond gaat draaien, krijg je dus dit. Erg grappig uh, gedaan, ja. Nou ja, dit is wel heel oud, hè, 1833, een prachtige uh, mechaniek, maar je voelt hem natuurlijk al wel aankomen. Hè? Muybridge die dan zijn reeksen van foto's maakt, je hebt het natuurlijk nog niet echt met film, maar je bent er met foto's bezig. En wat hij doet is natuurlijk die techniek eigenlijk overnemen straks voor zijn foto's zelf. En daarvoor ontwerpt hij dan wat een zoopraxiscope heet. Nou, laat het aan u voorbij schuiven, wat naam. Hè, in 1879. Maar dat is dus zo'n apparaat waar je eigenlijk zo'n soortgelijke schijf hebt. Waar je hier al die foto's of afbeeldingen eigenlijk opstopt. Hè, en die eh, draai je dan vervolgens. Met een draaischijf rond en dan heb je daarachter een plek zitten, een soort van een toverlantaarn, die daar licht doorheen schijnt. Dan heb je de lens en dan ga je dat vervolgens projecteren op de wand. En dan heb je de eerste, ja, laat ik maar zeggen, bewegende beelden, de voorloper hè, van wat wij uh, ja, de filmprojectie zouden kunnen gaan noemen. Het is natuurlijk nog niet echt serieus. Ja. Ja, de Vena Kistiscope Disc bij May -May bridge nou, nou ja goed, laten we. Dan, uh, hoe dat hij dat dan uiteindelijk gaat, uh, gaat projecteren. En de laatste stap, hè, dat ligt natuurlijk een beetje aardig voor de hand wat er dan uh, gaat gebeuren. Hij was natuurlijk in de fotografie. Heeft heel veel, we zullen de volgende keer nog wel gaan zien. Heel veel foto's gemaakt van bewegende dieren en mensen. En de studie die dat opgeleverd heeft. Hè, dingen als dit. En dat, dat is natuurlijk allemaal. Boeiend. dit is een andere als wat je net uh, hebt ge gezien. Maar goed, uiteindelijk wat daarmee gebeurt. is dat Meubridge vervolgens Thomas Edison ontmoet heeft. En Thomas Edison was natuurlijk de beroemde uitvinder van de gloeilamp en van de fonograaf. en weet ik veel waar hij allemaal mee bezig geweest is. En dat idee he, van het aantal afbeeldingen achter elkaar zetten. waardoor je dus het idee krijgt alsof je naar bewegende beelden zit te kijken. dat heeft. Edison opgepakt en die heeft toen een kinetoscoop uitgevonden. De voorloper van wat we dus de projectie als de filmcamera uh, zien. Maar wat hij dus deed, in tegenstelling tot dit, waarbij je dus schijven hebt waar je gaat projecteren, maakte hij dus zoals wij dus vandaag de film kennen, hè? gewoon allemaal achter elkaar. En dan kijk je daarna, dus dat leverde dan uh, zeg maar zo'n... Uh, Zo'n kist op met een loop waar dus die film doorheen draaide. En dit was dan weliswaar nog niet uh, projectie die plaatsvond, maar dan kon je dus aan de bovenkant door zo'n luikje kijken. En dan zag je dus vervolgens de voorstelling weergegeven. Ja, en een van de eerste, nou laat ik maar zeggen, filmpjes die hij daarvoor gemaakt heeft, je zou denken van dit is wel een ander onderwerp kunnen kiezen, is deze niezende man. Van uh, Edison. Ja, maar dit is dus een van de allereerste filmpjes die überhaupt uh, gemaakt is. En dus dan in zo'n apparaat ronddraaide. En uh, later kreeg je natuurlijk dat dit soort. De beste man was natuurlijk uitvinder, dus wilde daar ook geld mee verdienen. Dus dan uh, stonden die dingen, weet ik wel, ergens op kermissen of weet ik veel nog wat. En dan uh, kon je daar een, een dollar in gooien of 10 dollar cent. En dan zag je vervolgens. Uh, dit filmpje voorbij uh, komen uh, zetten. Ik vind het wel grappig hoor, want ik kan mijzelf van mijn kinderjaren nog herinneren. Ja, ik begin ook een oude sok te worden, denk ik dan maar weer. In de jaren, jaren 60, 70 had je dat soms nog wel eens. In, in, wat was het pretparken of speelhallenachtig iets, dan had je soms ook nog van die kasten staan en dan, dan gooi je dan een kwartje of een gulden gooien en dan kreeg je zo'n zo stukje Comedy Capers film. Maar eigenlijk, zien we dat was eigenlijk... Dus dat draaide eigenlijk een beetje op datzelfde principe uh, als, als dit. Maar ja, zo ga je van fotografie naar de opstap naar van de eerste wereld van de film uh, in basis aanzet. Goed, maar daarmee ben ik klaar voor vandaag. Want uh, anders komen wij in een wereld van de moord uit en dat gaan we de volgende keer doen. Probeer gezond te blijven.